Dordrecht. Een suikerstad. Dat is wat het was. Dat is wat het nog steeds is. Dat is waarom dit gebouw er is. En dat gebouw daar. En dat gebouw daar. En daar. Mooi gebouwd allemaal, ja. De rol van Dordrecht in het slavernijverleden is te onderbelicht. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat ons eiland de derde suikerstad van Nederland was. Kittikotti is een viering van de afschaffing van de slavernij. En betekent de ketenen zijn gebroken. Vorig jaar werd er voor het eerst officieel bij stilgestaan. Maar Dordtenaren Sidney en Rohan willen meer aandacht voor de rol van Dordt in het slavernijverleden. Onder andere door een Instagram-account Koloniaal Verleden Dordrecht proberen ze meer context te geven. We hebben nu verschillende gebouwen in kaart gebracht die te maken hebben met het slavernij, het koloniale verleden van Dordt. Daar doen we nog onderzoek naar, verdiepingsonderzoek. We zijn met verschillende partijen in gesprek gegaan in de stad. Dus de musea, scholen, kerk. Om te kijken van, joh, kunnen we erover in gesprek gaan en kunnen we samenwerken om die koloniale sporen in kaart te brengen en zichtbaar te maken aan het publiek. En hoe gaan die gesprekken tot nu toe? Het gaat eigenlijk heel goed. We worden ook benaderd door verschillende partijen. Om een samenwerking aan te gaan of in gesprek te gaan in ieder geval. De bereidwilligheid, dat is best oké, zeg maar, in Dordt. Daar ben ik blij om. Veel plekken in Dordt zijn een aandenken aan het slavernijverleden. In de 18e eeuw waren er ongeveer 16 suikerraffinaderijen die de ruwe suiker van plantages, verbouwd door tot slaafgemaakte mensen, verwerkten tot handelsproducten. En Stockholm is er daar één van. Wat herkenbaar is aan de suikerraffinaderijen is de hoge ondergrond. Want daar moesten eigenlijk de grote, pakketten met suiker moesten daar naar beneden vervoerd worden. Dus daar moest ruimte voor zijn. Mm-hmm. Verder zie je het in de vele ramen, omdat er genoeg licht nodig was om te kunnen werken. En ook de doorstroom van lucht. Dus daarin zie je dat het een suikerraffinaderij is geweest. Maar ook een paar straten verderop aan de Wijnstraat, nummer 87, valt meer te vertellen. In het West-Indisch Huis zat de West-Indische Compagnie. En die stond in de geschiedenis bekend als een plaats waar over mensenlevens besloten werd, beslist wat er met het tot slaaf gemaakte mens gebeurde. En hier begon ook de suikerhandel. Als je hier omhoog kijkt, dan zie je god Mercurius van de handel. En daarboven zie je een suikerbrood. Dat is dat zwarte, dat kegeltje daar zo, met het witte puntje. Waar ik heel erg verbaasd over was, is dat er dus eigenlijk heel veel informatie is, maar dat dus niet de stad heeft bereikt of een groter publiek. Dus ik denk dat een eerste stap is om dat toegankelijk te maken en te bundelen, zodat mensen gewoon een centrale plek hebben van nou, daar kan ik de informatie vinden. En ook de hoeveelheid aan locaties en dat het dus verspreid is door de hele stad. Mede door de viering van Kittikotti vorig jaar zijn Sidney en Rohan in contact gekomen met elkaar en worden de zaken nu langzaamaan in gang gezet. Als je naar het bordje kijkt hier zo, het West-Indisch Huis, dat zijn AWB-bordjes, daar staat eigenlijk gewoon algemene informatie op. Daar staat niks over het leed wat geleden is eigenlijk door tot slaafgemaakte mensen. En dat is iets wat we belangrijk vinden, dat ook verteld wordt. En wat is bijvoorbeeld de rol geweest van een West-Indische compagnie hier in de stad? Of bijvoorbeeld van Dordtenaren die aandelen hadden in schepen of in de suiker, het verkochten. En dat mis je eigenlijk, die context van waar komt het nou vandaan? En ik zeg niet dat we het moeten afbranden. We moeten ons wel iets vaker iets afvragen. En hoe zou dat er bijvoorbeeld hier kunnen komen uitzien? Wij hebben zelf het idee dat op zich de tekst is prima, maar we willen wel het eerlijk verhaal vertellen. Dat mensen hier komen en dat ze weten de geschiedenis achter het gebouw, achter de mensen die hier gewerkt hebben, achter de mensenlevens waarover beslist is. Dat zou gewoon hier op het bordje kunnen. Ik hoop dat wij volgend jaar gewoon een breder programma hebben rondom Kittikotti. En dat we een mooie stap hebben gezet dat context in openbare ruimte en musea toegevoegd is. En educatie. Ja. Educatie is heel belangrijk ook. Eigenlijk wel het belangrijkste. Want de jongeren die moeten dit uit gaan dragen en ook in leven houden.